En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer pakketjes unboxen. Zowel PR als gewoon pakketten die ik heb besteld. En ik ga het vandaag een beetje in een andere soort stijl doen. Want ik ga het in een iets meer vlogstijl doen. Let me know in de reacties wat jullie hiervan vinden. Dus gewoon een beetje een andere manier. Iets meer casual. Alsof we wat meer vrienden zijn die echt samen met elkaar unboxen. In plaats echt helemaal zo'n meer professionele video. Maar let me know wat jullie het fijnst vinden. Want ja, ik maak ze voor jullie. Maar ik vond dit wel een leuke soort andere stijl om weer pakketten te unboxen, want ik heb weer een heleboel ontvangen. By the way, ik heb dus powder brows laten doen en ze zijn al aan het vervellen en ik heb er een crème op gedaan. Dus als je naar mijn wenkies keek en iets had van what is happening, ze zijn dus gewoon aan het vervellen en ze glanzen zo omdat ik dus die crème erop heb gedaan. Maar goed, ik heb echt een heleboel pakketjes zoals jullie hier kunnen zien. Kijk mijn slofjes van de Primark, zo cute. Dit zijn alle pakketten die ik heb ontvangen en ik dacht een beetje saai om ze hier gewoon in mijn upje te gaan unboxen. Ik dacht en laten we het gewoon met z'n allen doen, jongens. Want ik weet dat jullie pakketten en unboxingen altijd leuk vinden. En ik vind het ook altijd leuk om jullie een beetje te inspireren met alles wat ik gewoon bestel. Want ik ben altijd continu in de weer met allemaal het verbeteren van mijn leven en al die shit. Dus ik bestel heel daar weer van alles. Dus ja, misschien kan ik dan nu jullie een beetje inspireren met wat voor ons en ik allemaal bestel. En gewoon PR is gewoon altijd leuk. Make-up, beauty, producten. Wat is allemaal nieuw? Ik ben gewoon echt heel benieuwd. Dus echt alles is nog dicht. Dus ik heb geen idee wat erin zit bij de meeste. En ja, ik dacht laten we dit gewoon doen. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van al mijn video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké dan, dit zijn dus alle pakketten. We zijn in mijn slaapkamer en ik denk dat ik ga beginnen met Chiquelle. Want dat is gelijk kleding voor de mensen die Chiquelle niet kennen. Dit is een Zweedse webshop die nou ook is in ons land. En ze hebben echt de beste kwaliteit kleding. En ik mocht weer 4 kledingstukken bij hun bestellen. Het is dus PR. Ik heb het gewoon gratis ontvangen. Ik zeg jullie heerlijk, ik weet niet meer wat ik allemaal heb besteld. Oké, 4 dingen. Ik ben benieuwd. Laten we gewoon beginnen met het eerste wat ik zie. Deze. Oké, ja, ik weet nog wat dit was. Ik moet wel zeggen, hij lijkt kleiner dan dat ik had verwacht. Ik had hem iets meer echt als een trui verwacht. Dit is echt meer een crop top, bondo top-achtig iets. Ik heb hem in maat medium. Nou, godzijdank heb ik maat M gedaan en niet maat S. Bij Chiquelle is alles altijd een beetje klein. Dus als je een beetje twijfelt over SM of ML, dan haal altijd de grootste maat. En het is een best wel leuke top. Tenminste, leek online. Maar als ik er zo naar kijk, ik weet niet. Misschien vind ik dit toch niet, ja, bedekkend genoeg. Ik wilde gewoon echt een top hebben. Dus niet echt zo'n crop top-achtig iets. Maar goed, de kwaliteit is wel heel goed. Hij is ook mooi bruin. I like it. Dus ik ben benieuwd. Oké, jongens. Dit is dan de top. Ja, hij is wat bloter dan dat ik had verwacht. Let niet op dit. Ik heb gewoon stukjes papier hier even gedaan, want anders zag je mijn tepels en dat moeten we niet hebben. Ja, hij is wel echt sexy, dat wel. Meer dan wat ik had verwacht. Ik vind hem wel leuk. Ja, ik zou hem naar uit gaan dragen of echt naar een feest of iets. Op zich is het wel gewoon zo leuk met een hoge broek of een hoge rok, maar ja, het is een klein beetje anders dan wat ik had verwacht, maar al met al is hij op zich wel gewoon oké als je hiervan houdt. Hij is wel echt heel uniek zo met dit. Dat vind ik wel echt heel leuk. En de kwaliteit is ook echt goed. Mooie kleur ook. Next up is een grote rode wintertrui. Als ik er zo naar kijk. Nou, dit schreeuwt echt kerst. En ik denk dat ik dat ook in mijn hoofd had toen ik dit heb besteld. Deze heb ik in maat XSS. Ik ben gaan voor XSS. Als je hem meer oversized wilt hebben, dan haal een grotere maat. Hij is echt, ja, niet zo fel rood als dat op beeld lijkt. Hij is een beetje meer donkerrood, maar niet Bordeaux of zo. Hij is wel gewoon echt normaal rood. Hij lijkt echt super warm. De kwaliteit is goed. Hij is lekker dik. Ik ben benieuwd. Oké, mensen, dit is dan de trui. Hij is zo cozy. Ik heb hem aan met een zwarte leren broek van de H&M. Hij is echt best wel groot, zoals je kunt zien. En dit is dan maat XSS. Dus ja, dat moet je wel weten. Hij valt dus echt groot. De kleur is echt prachtig. Kijk hoe mooi. Hij is lekker dik. Hij zit goed. Je kunt het ook zo in je broek doen. Zeg maar zo of zo. Voor een meer, ja, een soort van andere look of zo. Maar ik vind dit echt zo cozy. I love it. Voor de feestdagen. Voor lekker gewoon zo in huis. Of obviously ook gewoon naar buiten. Ik vind het echt heel leuk. En de kwaliteit is echt goed. En ik had niet verwacht dat hij dus zo lang valt. En dat vind ik echt fijn. Want zoals je kunt zien, hij valt echt over de kont. Dit is echt een hele, hele fijne trui. Next up, zwart. Mijn fave kleur. Oh nee, het is niet zwart. Het is bruin. Wel heel mooie bruin. Echt zo donkerbruin. Deze heb ik in
one size. Het is dus gewoon één maat. En dit is een soort top trui die ik dus nooit echt draag. Hoe heet het ook alweer? Een dressje of zo? Dit is iets wat ik niet echt vaak draag. Maar ik vind het wel altijd heel classy als ik het zie bij anderen. En ik vind de kleur ook echt heel mooi. Zo echt, echt donkerbruin. Perfect donkerbruin. Dus ik dacht, ja, misschien is het wel leuk voor mijn meer, beetje meer classy outfits. Heel makkelijk ook gewoon. En leuk voor de herfst slash winter. Oké, jongens, dit is dan de trui. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Dit is dan hoe die gewoon is als je hem gewoon normaal laat vallen. Als je hem gewoon normaal draagt. Het is niet per se hoe ik hem zou dragen. Ik zou hem denk ik echt doen in mijn broek. Want dat vind ik wel leuk. Kijk, wat meer zo in de broek. Dat vind ik wel cute. Maar al met al is hij wel heel leuk. Hij lijkt heel old money. Want hij lijkt een beetje op een hele mooie cashmere trui. Maar dat is hij dus echt gewoon helemaal niet. Dus dat vind ik er echt heel leuk aan. Ik ga hem weer eruit halen. En ja, ik heb hem nou helemaal dicht. Maar je kunt hem ook gewoon open doen. Je kunt doen wat jij wilt. Ik vind hem leuk. Ik vind hem echt leuker dan wat ik had verwacht. I like it. Heel cute. En ideaal ook weer voor deze warme dagen. Ik bedoel koude dagen. En dan last but not least. Ik herinner me weer wat dit is. En dit is een beetje een risico. Want het is een rok. Maar met mijn heup en hoe mijn figuur is. Weet ik niet of het gaat staan. Maar ik dacht, laat me het gewoon proberen. Oké, ja. Het is wel heel kort, maar het is wel een broekje. Zie dit? Het is niet een normale rok. Het is een broekrok. Het scheelt al echt heel veel. Ik vind ook dit echt heel leuk. Al hou ik wel iets meer van goud, maar whatever. Ik heb de maat. Ik denk een grote maat. Ja, maat L. Ik herinner me nog dat ik voor een echte grotere maat ging. Want ja, ik moet gewoon echt weten dat hij echt over mijn hele kont gaat vallen. Ik ben zo benieuwd hiernaar. Hij is wel echt heel mooi. Hij lijkt ook mooi chic. Goede kwaliteit. Hier is zo'n kleine rits. Heel mooi. De kleur is echt heel mooi. Maar ja, ik ben gewoon echt heel benieuwd of dit gewoon gaat vallen op mijn figuur als hoe ik hoop. Maar ja, daar ga ik gewoon wel vanuit. Deze is misschien ook heel leuk zo met deze bruine trui. Samen zo. Is wel cute. Oké, nou dit is dan de rok broekachtig iets. Hij is een beetje te groot hier, want ik heb dus maat L gedaan. Dus ja, nou is hij hier wel te groot. Maar je kunt hem wel gewoon laten innemen. Dus dat maakt op zich niet uit. Ik weet alleen niet echt of dit echt mijn ding is. Ik vind het wel echt een beetje bloot. Ik vind op zich de split wel cute, maar ik weet niet, ook zo hierachter. Het is niet echt, het doet niet echt iets voor mijn bil of zo, zeg maar. En je kunt ook zien, schijnt een klein beetje door. Dus je moet er wel iets van een nude ondergoed onderaan doen. Maar dat maakt op zich niet uit. Maar ik denk gewoon met mijn soort figuur, ja, is dit gewoon niet echt een ding. Hier moet je echt maat XS voor hebben of zo. Maar op zich, ik heb het geprobeerd. Hij is wel echt gewoon heel mooi. Ik heb er verder niks op. Hij is echt gewoon heel mooi. Alleen gewoon met mijn figuur persoonlijk is het gewoon niet echt een ding. Oké, nou dat was dan alles van Chiquelle. Chiquelle, super bedankt. Yay. Next up is Douglas. En dit heb ik gewoon besteld. Ik heb mijn schaar al erbij gehaald. Oké, laten we kijken. Testertjes. Oké. Oh ja, dit heb ik besteld inderdaad. Mijn Sweetie Lip Pencil. Voor de mensen die het niet weten. Deze is nu gewoon lekker te halen bij Douglas. Er staat oogpotlood, maar het is gewoon lippotlood. Jullie weten, Sweetie is mijn fave nude kleur. Ik kan niet zonder. Ik had gewoon een tijd dat ik echt gewoon een jaar lang letterlijk alleen maar Sweetie gebruikte. Oh mensen, echt, I love dit potloodje. Is echt de best. Ik zal hem even laten zien. Hij was hier dus nooit te halen, dus ik moest hem heel tijd vanuit Engeland halen. Maar nou is hij gewoon lekker hier bij Douglas. Kijk, dit is de kleur. Echt perfect. Voor mijn huidskleur is dit echt een perfecte kleur. En hij is slechts 6 euro. Dus ik heb er 2 gehaald, want de mijne waren op. En dan next. Ik zie al dus gelijk wat het is. Van NYX Cosmetics. Ze hebben een samenwerking met Avatar. De nieuwe film. Oh my gosh, jongens. Wie heeft allemaal Avatar gezien? Avatar 1. Die kwam echt like 10 jaar geleden of zo uit. Ze hebben er echt like 10 jaar of zo over gedaan. Om deel 2 te maken. Maar nou is hij er eindelijk. Fun fact. Ik heb Avatar deel 1 slechts een jaartje terug gezien. Dus ik was super laat. Maar mijn zus zei toen van in die tijd. Toen het net uitkwam. Zij zei van dat was toen echt een spektakel. Avatar was echt een van de meest vooruitstrevende films ever. Wij hadden zoiets toen nog nooit gezien. Maar nou in 2022 hebben we dit soort films al wel vaker gezien. Dus is het niet meer zo spectaculair. Nou is dus deel 2 en iets leuks. Ik ben ook uitgenodigd voor de filmpremière volgende week. Dus daar ga ik jullie ook mee heen brengen. Dus wacht vooral nog op die vlog. En NYX heeft dus nou een samenwerking collectie kennelijk met Avatar. Dus laten we even kijken wat het is. Oh, heel cute zo die ogen. Echt, let me know in de reacties wie deze film allemaal heeft gezien. Want ik ben heel benieuwd. Ik moet wel zeggen, dit soort samenwerking collecties zijn vaak niet zo. Maar ja, laten we er gewoon optimistisch in staan. Oké. Alles is echt super duper blauw. Hier is een heel mooi paletje. Wat is dit? Gewoon oogschaduw of zo? Ja, volgens mij wel. Wel heel
apart gemaakt, zeg maar. Oké, okay, hier is nog een groter paletje. Oh ja, dan is dit misschien gewoon een extra paletje. En dit is het echte paletje. Ik vind de kleuren heel mooi. Ik weet voor de rest niet wat ik vind van het paletje op zichzelf. Maar het is wel echt, echt heel avatarachtig. Kijk allemaal hoe leuk dit is. Allemaal de zee en zo. Echt, ik kan niet wachten op deel 2. Dan hebben we hier nog een facial mist. Setting mist. We hebben hier denk ik een lipstick. Ja, echt een fel roze kleur. Dat had ik niet verwacht met deze collectie. Maar oké. Okay. We hebben hier denk ik nog een liquid eyeshadow. Oh nee, dit is een gloss. Oeh, wat een aparte glitterige gloss. Kijk, dit is een lipgloss. Ik had het echt geweldig gevonden als oogschaduw. En last but not least, face paint. Body paint in denk ik blauwe kleuren om je lekker blauw te maken. Ik ga stuk. Nou, dit is dan de collectie. Yay! Als je hier een video over wilt zien, let me know. Hier een pakketje van By Dash Beauty. Dit is dus ook een PR-pakket. Oeh, benieuwd. Oeh! Wat is dit dan van At By Dash Beauty? Lipstick of zo? You are amazing! Oeh, wat mooi ingepakt. Mooie roze. Jullie weten, roze is mijn fave kleur. Een heleboel. Oh, kijk dit leuk voor in de kerstboom. Mijn naam staat erop. Oh my gosh. Dit is wel echt heel leuk. Wij hebben hier geen boom, maar als ik die had gehad, had ik het echt opgehangen. Maar misschien dat ik het gewoon ga ophangen. Gewoon hier ergens. Gewoon op de muur of zo. Wat leuk. En hier zitten wimpertjes in. Zoals je kunt zien. Dat is wel echt leuk. Hier zijn nog twee losse wimpers. En hier heb ik denk ik nog wat lipsticks of zo. Hier wat info over de producten. De wimpers zijn wel echt prachtig. I love it. Kijk even dit. Kijk. Heel mooi. Eentje is een gloss. Deze lichtere kleur hier is een gloss. En deze is een matte liquid lipstick. Thank you very much. Echt super leuke product allemaal. Hier een prachtig mooi wit pakket. Nog meer wimpers, jongens. Ik heb wimperextensions en nou ontvang ik zoveel wimpers. Love it. Van wat is dit? Dit is van Pinky Goat. Of zoiets. Wauw, ze zien er wel echt prachtig uit. En het is met lijm die er al op zitten, zeg maar. Er is ook hier eentje erbij. Maar kijk, zoals je kunt zien, het is pre-glued en reusable. Dus er zit al lijm op. Oh, dat is wel... Dat is wel makkelijk, denk ik. Vooral voor een beginner is dat wel echt ideaal. Hele mooie wimpers. Kijk even alle vier. I love it. Vooral deze hier vind ik heel mooi. En dan hier nog een aparte lijn. Hier een prachtig roze pakket. Ik heb geen idee wat dit is. Ik weet ook niet of ik het heb gehaald of PR. I don't know. Mensen, wat is dit? Hoe moet dit open? Babydoll Cosmetics. Oh my gosh. Ja, dit is dus PR. Dit zijn de geweldige wimpers alweer die te halen zijn bij de Primark. Dus nu dat ik wimper extensions heb, word ik ineens overladen. Met allemaal nepwimpers. Maar ik hou ze wel, want het kan weer zo zijn dat ik weer hiermee stop. Dus ja. Kijk ook weer hoe mooi dit is. Babydoll Cosmetics. Weer allemaal heel mooi roze. Jongens, ik hou van roze. Dit zijn er wel echt veel. Kijk even al deze wimpers. Allemaal te halen bij de Primark. Babydoll is echt mijn fave wimperbrand bij de Pri. Dus als je nog op zoek bent naar goede, betaalbare wimpers, dan ik raad ze echt zeker aan. En ze hebben echt heel veel verschillende en ze zijn allemaal maar iets van 5 euro of zo. Dus super goedkoop en het is faux mink, dus niet echt. Dus I love it. En jullie weten, ik hoor bij de Kruidvat Squad. Dus elke maand ontvang ik ook zo'n groot pakket van hun. Yay! Ik ben zo benieuwd wat er nu weer allemaal in zit. Ik zie al gelijk een heleboel kwasten. Lots of love. Oh, ik zie hier een briefje. Ik was dus niet bij het event. Dus dit was de box die ik zou hebben gehad bij het event. Oh, wat fijn dat ik het alsnog krijg. Oké, wat zou hierin zitten? Oh, gewoon echt een heleboel make-up van Kruidvat Huismerk. Deze is echt geweldig, by the way. Deze is echt toppie. Een losse poeder. Oké, wat leuke make-upjes. Dan heb ik hier... Oeh, deze sponsen zijn nieuw volgens mij. Hier ben ik echt, echt benieuwd naar. Oh my gosh, deze ga ik zeker gebruiken. Echt een heleboel kwasten. Oh my goodness. Oh, een kaars. Dat vind ik ook altijd leuk. White musk en warm vanilla. I love it. We hebben hier wat nagellakjes. Hier volgens mij een masker. Een gezichtsmasker. Ja, een cream. Een masker. Dit is een douchegel. En hier een serum voor op je gezicht. En that's it. En ik zie hier nog een grote kruidvattas onder. En dat was het volgens mij. Ja. Oh, kijk ook al die kwasten. Echt leuk. Super blij hiermee. Dankjewel, Kruidvat. We gaan verder met nog een pakket van Douglas. Die heb ik weer besteld, maar ik heb geen idee wat het is. Hier weer wat testertjes. Even kijken. Oh, ja. Dit klopt, dit heb ik besteld. Dit is voor mijn wimpers. Voor mijn wimper extensions.
heb ik deze shampoo dingen, lash dingen besteld. Wacht, ik laat zien van La Vertu of zoiets. En ook de kwast. Dit is dus speciaal voor wimper extensions, lash shampoo om ze schoon te maken. Hallo, focus alsjeblieft, dankjewel. Ja, kijk. En de kwast ook erbij gedaan, los. Hoef je niet per se te hebben. Maar goed, dus iedereen die dat misschien ook heeft, is dit handig. Want ik was echt aan het struggelen met ze schoon te houden. Dus ja, dit leek mij wel echt ideaal. En het gaat best wel lang mee, zei ook iemand. Dus ja, hier ben ik blij mee. Dan hebben we hier bol.com. God weet weer wat ik hier heb besteld. Oh ja, ik ben zo random. Ik heb dit gehaald voor thee. Ik heb deze thee... ding besteld, super makkelijk. Want ja, die wilde ik gewoon hebben voor thee. Want ik drink voortaan thee. Dat is ook weer iets wat ik nou ineens doe. En ik heb deze twee kleine handige bakjes. Die leken mij handig voor, ja, whatever. Gewoon voor van alles. En ze gaan ook zo makkelijk in een la. Kijk hier zo. Dus deze twee leken mij ideaal. Ik zal ook alles wat ik dus online heb gehaald. Ik zal ook een linkje in de beschrijving plaatsen. Voor iedereen die het misschien ook wil hebben. Dit was ook niet zo heel duur of zo. Dan heb ik hier een pakket van Printworks. Deze heb ik gewoon besteld. Yay! Oh my gosh, jongens. Dit heb ik besteld. Het is zo leuk. Dit lijkt op een gewoon normaal boek. Is het niet? Want het is een fotoalbumboek. Dus hier kan ik allemaal foto's in plakken. Oh my gosh. Deze is wel een klein beetje prijzig. Want hij is dus ja, best wel luxe-achtig. Best wel zo alsof het gewoon echt een mooi luxe boek is. Maar het is dus voor foto's. Mijn moeder gaf mij dus laatst haar fotoalbum van vroeger. En ik vond het zo leuk om al die oude foto's gewoon zo te zien. Gewoon fysiek. Dus niet op je phone of zo. Gewoon geprint in zo'n boek. Gewoon helemaal zo oldschool. En ik vond het dus zo leuk om al die oude foto's te zien van haar vroeger. En mij en mijn familie en mijn zus en iedereen. Dus ik dacht, dit ga ik ook gewoon weer doen. Ik ga gewoon deze oldschool fotoalbums weer terugbrengen. Want het is echt heel leuk. En dan kan ik over een aantal jaar weer gewoon zo ook met mijn kinderen zo ook zo een terugblikje doen op nu. Dus vandaar dat ik dit heb gehaald. En dit heb ik ook erbij besteld. Dit zijn van die plakken. Tape dingen om je foto er dus in te plakken. Hij is best wel groot. Ik had hem niet zo groot verwacht. Deze is dus van Printworks. Ik zet het ook weer in de beschrijving. Hij is zo zacht. Oh my gosh. Kijk, en dan heb je gewoon allemaal zo van die witte blaadjes. En je kunt dan gewoon hier allemaal foto's in plakken. Super duper leuk. En het is ook gewoon mooi. Ik hou altijd gewoon van echt mooi. Dus dit vind ik echt toppie. I love it. Super blij hiermee. Ook echt een hele mooie nude kleur. Dan heb ik hier nog een super groot pakket van de Kruidvat Squad weer. Die andere pakket was dus van het event. En dit is dus gewoon mijn maandelijkse box. Ik ben benieuwd. Please unbox me. Heel graag. Oké, het is vooral heel donker allemaal. Zie je dat? Allemaal heel zwart, donkerblauw. Oké, even kijken. Laten we gewoon ja, het eerste erbij halen. Het is een klein tasje. Wat zit hierin? Parfum. Parfum? Oké, dat is wel leuk. En wat is dit? Ik denk een kaars of zo. Ja, een kaars. En hij ruikt echt heerlijk. Oeh, dit is leuk voor in de boom. Maar je kunt het ook gewoon ophangen. Gewoon op je muur of over iets heen. Of wat jij wilt. Oeh, wat haarklepjes. Kijk hoe mooi goud. Deze is wel echt heel mooi. Oeh. Ja, echt heel mooi dit. Hier nog een klein... een zakje. Ik denk met sieraden of zo. Ja, kijk dan hoe leuk deze oorbellen zijn. Kruidvat heeft ook echt altijd de beste sieraden. I love it. Echt heel leuk voor met kerst en zo. Hier hebben we een fondutin van Nivea. Hier heb ik een video over gemaakt. Die is echt heel slecht. We hebben hier een crème douche. Even kijken, wat is dit? Blemishing en patches voor je gezicht. Dit is denk ik voor je haar. Om je haar zo in te krullen. Hier van Max Factor iets. Oeh, een aantal make-upjes van Max Factor. Mooi nude paletje ook. En een mascara. Een hele mooie nude lipstick. En wat wenkbrauwpotloodjes. Dan hier heb ik nog een douche mousse. Een mousse voor in de douche. My fave panties. Oeh, I love it. Oh, met zo van die stipjes. Daar ben ik echt heel blij mee. Even kijken, eye patches, shampoo, echt een hele grote, een conditioner, invisible pants, dus zo'n ondergoed voor onder je kleding. Handsoap, een hele, hele grote handsoap. Oeh, een mascara van Essence, volume. Wow, mensen, dit is echt veel. Nog een parfum, oh nee, eau de toilette spray. Parfum of is het gewoon een ander soort iets van een spray? Ik denk gewoon parfum, but I'm not sure. Hier een instant rimpel corrector. Nog meer van Tommy Hilfiger. Oh my god, we worden echt verwend. Wat nepnagels, deze zijn prachtig. Ik heb al acryl, maar anders had ik dit echt zeker opgedaan. En nog meer eye patches en een cadeaubon. Oh, super blij hier ook weer mee. Echt Kruidvat. Echt, wij worden altijd zo extreem door hun verwend.
Is echt niet te doen. I love it. Weer heel blij hiermee. Dan heb ik hier Zalando. En ik weet wat dit is, want ik heb hier besteld een tas. Oeh, hier is hij. Een zwarte tas. Ik ben zo benieuwd, want het was echt gewoon een gok online. Ik wist echt niet wat het deed. Kijk hoe leuk een Van Guess. Hij is wel kleiner dan wat ik had verwacht. Voor 100 euro had ik hem niet zo klein verwacht. Maar oké. Hij is wel echt heel cute. Kijk even hoe leuk. I like it. Ik moest gewoon zoiets hebben. Ja, ik vind hem echt wel cute. Ook al is hij wat kleiner dan verwacht. Hij is ook goed zwaar. Dat vind ik fijn. I like it. Zo is hij dan, zeg maar, van binnen. Oké, wel echt goede kwaliteit. I like it. En dan heb ik hier nog een pakket die ik gewoon heb besteld. Ja hoor, kijk wat ik weer heb besteld. Ik ben zo grappig. Ik heb een dagboek met een slotje. Want hè, mensen kunnen het anders openen. En dat willen we niet hebben. Iets wat ik nou ook doe is dat ik dus schrijf. Dus ik dacht ik moet zoiets hebben. Want dan kan ik gewoon elke dag mijn emoties uitschrijven. Gewoon in een boekje. Dus dit leek mij ideaal. Ik vind het ook gewoon heel mooi. De meeste dagboeken waren meer op kinderen gericht. Wat ik ook wel begrijp. Dus het was eventjes een gezoek om dit te vinden. Hier is dan uitleg over het slot. Maar het is me gelukt. Ik vind het heel mooi. Zo mooi groen. I love it. Heel volwassen gewoon. Ik weet niet meer waar ik hem heb gehaald, maar dat zal staan in de beschrijving. Oef, ik ben klaar jongens. Je gaat het niet geloven, maar ik heb hier gewoon een uur over gedaan. Oh my gosh. Nou, ik vond het weer heel leuk om alles te unboxen en te laten zien aan jullie. Ik hoop dat jullie het ook weer leuk vonden. Let me know in de reacties als je meer van dit soort video's zou willen zien. En wat je vond van de iets meer vlogstijlachtig iets. Ik ben heel blij met al deze nieuwe producten. En een aantal ga je ook zeker terugzien in andere video's. Als er echt iets is wat je echt graag zou willen zien, let me know ook in de reacties. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!